Dit voormalig café van Fiede Lange. Zit je mee? Kun jij nog iets vertellen over de voormalige café, Fiede? Ja, ik weet er natuurlijk al wat van af. Ik ben er natuurlijk nooit geweest. Maar ik kan wel iets over zeggen, ja. En wie waren de vorige eigenaars? Wie? Nou, ik wilde Geert Sleeman. En daarvoor... ik heb dus wel... de oude mevrouw de Bak ooit nog eens gezien. Nee? Ja, dat kan. Ja. De Bak, en je hebt Groenewold heb je gehad. Ja, maar Audrey Groenewold heb ik ook wel gezien. Wel meer mensen die ook daartussenin in het café gezeten hebben, want die heb ik wel eens een keer ergens ontmoet. Zeiden dus van nou, mijn vader had het café of zoiets. Ja. Dus dat weet ik wel. Oké. Okay. Ja. En, ja, want die, toen meneer Pas kwam, toen. Want dat was mevrouw Altien, geloof ik, of zo. Die, dus ja. De dochter die schijnt hier geboren te zijn geweest in dit huis. Oké. Okay. En die was toen in de 90 en toen is ze hier geweest. En ja, toen zag het er al zo uit. Dus het was al. Zij heeft dus verteld dat hier de bar gestaan heeft. Kijk, wat nog steeds origineel is, hier zitten alle lichtknopjes zitten hierachter. Dus je kon van achter de bar kon je dus overal het licht aan en uit. En dat is natuurlijk wel hartstikke leuk voor me. En die vond vooral de keuken vond ze leuk. Want daar zaten ze vroeger dus koffie en thee te drinken. De avond, ze hebben dus bedsteden ingezeten. Ja, dat is nu gewoon een grote moderne keuken. Ja. En hier zit nog steeds een aansluiting, dat is nog niet weg nou, van de gaskachel heeft hier gestaan. Hier heeft een gaskachel gestaan, vroeger. Het is natuurlijk heel gek als je dus kijkt, als je omdraait en je ziet dus wat nu de woonkamer is, dat hier het biljart gestaan heeft. Zo. Ik heb nog een oude film, een zwart-wit film. Die is ooit opgenomen hier en dan zie je hier dus een groot biljart staan. En die is pas is eigenlijk veranderd, want als je nog heel goed kijkt, zie je dus nog de vlekken in het plafond van de vier lampen die boven het biljart gehangen hebben. Dat is nog meer helemaal weg, zie ik. Moet je toch nog even bij, want het is pas geschilderd. Maar het is dan heel gek als je hier op de bank zit en je zit van die kast in de tv. En je ziet dan dat hier mensen lopen, dat het een biljart geweest is. Ja. Een rare gewaarwording. Ja. Oké. Okay. Ja, de kamer geworden. Dus even wat anders, ja. Ja, en dat was vroeger de slijterij. Ja. En toen wij het kochten, was het een naaikamertje van Niels Sleeman. Ja. Die had hij een naaimachine en die was gewoon heel erg goed in handwerken en die deed hij dus allerlei muziek, Oké. Okay. Ja.